72 leerlingen van groep 7 van OBS De Windhoek gingen woensdag op werkbezoek in de Gravenallee. De excursie werd georganiseerd door IVN natuurouders Mirjam ten Velde en Claudia Wending en het onderwerp was bomen. Wie gaat ons helpen? Hoe wil ik allemaal welkom heten met een welkomstdrankje? Het is een dennenknop woning in Tirol. Het is dus gemaakt van dennenknoppen. Het zijn deze knoppen van een grote den, een grove den. In de mand doen als het op is. Deze kant, Frilla, kom aan. Ja, genoeg. Vertel eens, hoe was dat drankje? Heel lekker. Het was wel heel erg zoet. En het is wel een beetje plakkerig. Natuurouders, zoals ik het in beeld heb, zijn ouders die belangstelling hebben voor de natuur. Gek zijn op de natuur, respectvol omgaan met de natuur. Meer willen weten over natuur, geïnteresseerd zijn in de natuur. En ook geïnteresseerd zijn om die kennis over te brengen op hun kinderen en op andere schoolkinderen. Ja, want het gaat om schoolkinderen in dit geval. Hè? Welke school? Ik ben natuurouder namens de Windhoekschool, openbare basisschool De Windhoek in Almelo. En dat doen we met heel veel plezier. En sinds wij van het bestaan van natuurouders afweten, zijn we daar zelf ook direct mee van start gegaan met de cursus. Om ons nog meer in de natuur te verdiepen. We hadden van oorsprong, of tenminste, ik had van oorsprong al belangstelling voor de natuur. Ik ben met natuur opgegroeid. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat onze volgende generatie dat ook leuk blijft vinden. En ook in aanraking blijft met de natuur. Want in wezen is het met deze kinderen zo dat ze niet zoveel meer buiten komen. Dat is zo. En onze kinderen komen gelukkig nog wel veel buiten. We wonen op de boerderij, dus het is... Daar zijn daarmee opgegroeid, maar je merkt ook dat andere kinderen die midden in het veld in zeer geïnteresseerd zijn. En ook de dingen die gewoon er zijn in de natuur, waar ze gebruik van kunnen maken. Dat is gewoon veel mooier dan het speelgoed allemaal. En de afwisseling van binnenzitten en af en toe naar buiten gaan en nog iets educatiefs doen, dat is gewoon heel belangrijk. En er zijn ook zoveel leuke dingen. En door de natuuroudercursus zijn we dus... nog meer geïnspireerd geraakt om dingen te gaan doen met de kinderen. Want je krijgt van alles aangereikt over water, diertjes, over diersporen, kriebelbeertjes, kleine beertjes in het bos, met de microscoop werken, water onderzoeken, dat soort dingen. Wat je normaal niet voor handen hebt, dus die kun je hartstikke mooi gebruiken. Gratis leren en daarbij eigenlijk gek als je dat niet doet. Ja. En vertel eens, zo'n natuuroude cursus, hoe zit die in elkaar dan? Is dat elke week, elke maand? Wij hebben de cursus 8 jaar geleden gedaan en volgens mij bestaat hij nog ongeveer uit dezelfde onderwerpen. En dan ga je 8 keer naar een bijeenkomst en vaak is het een theoriegedeelte en daarnaast een praktijkgedeelte. Altijd heel interessant met een groep geïnteresseerde mensen, gelijkgestemden. En ook goede leraren altijd. En na de theorie ga je naar buiten, dan ga je het geleerde in de praktijk brengen. En dat probeer je dan ook weer op de een of andere manier over te brengen op de kinderen van school. Nou, hoe gaat dat op school dan? Wij hebben bij de Windhoek 2 keer in het jaar een natuurweek. En dan weten de leraren ook precies waar ze aan toe zijn. En dan proberen we in die week voor elke groep een buitenactiviteit te organiseren. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is dat meestal het kabouterpad. Ze zetten overal leuke kabouters neer. Moeten ze er iets van een nootje proeven, iets van een ton waar je iets in kunt voelen. Zeg maar. Dus eigenlijk beleven voor die kinderen. En groep 3 die gaat braakballen pluizen. Iemand van ons, die we hem zelf ook uilen, dus we zorgen dat we het hele jaar die ballen rapen en dat we genoeg hebben voor de hele school elk jaar. Dat lukt altijd prima, maar daar moet je even je best voor doen. Wij voelen dat ook als taak, zeg maar, als natuurouders, om daarvoor te zorgen dat je het hele jaar goed rondkijkt van wat kan ik de kinderen aanbieden. En het is ook een soort passie geworden van ons, wij doen dat ook heel graag en je moet wel mensen hebben die het ook leuk vinden, want anders dan werkt het niet. Gaat er behoorlijk wat tijd in zitten als ik het zo hoor. Ja, maar het is ook, het geeft ons wel heel veel energie. We zijn met een groepje enthousiaste moeders, zeg maar. Maar we geven dus ook de lessen voor de kinderen die niet van ons zijn, zeg maar. Dus ook uit de groepen waar onze kinderen zelf niet in zitten. En daar moet je niks uitmaken. Nee. Wat vindt de Windhoekschool er zelf van? Die zijn heel enthousiast en die promoten ook heel erg. We hebben ook een subsidiepot aangevraagd en daar zit een potje met geld in waar we dus leuke dingen van kunnen doen.
Bijvoorbeeld, we zijn met insectenhotel aan het timmeren op school. Nou, materiaal, onkosten, die kun je daar weer uithalen. En daar word je alleen maar enthousiaster van. Want dan kun je ook... We hebben met moestuin schepjes nodig en hout nodig. En nou ja, dat kun je dan daarvan aanschaffen. Allemaal met allemaal low budget, maar ja, wel heel leuk allemaal. En, ja. Nou, en vandaag? Vandaag zijn we in de Gravenallee. Wat doen we hier? Vandaag gaan we dus op zoek naar naaldbomen en loofbomen. We laten het verschil tussen de bomen zien. Hoe kan iemand een naaldboom herkennen? Hoe kun je een loofboom herkennen? De bladeren zijn er nou af. Nou, en hier in dit stukje van de Gravenallee staan gewoon alle bomen die we willen bespreken en willen bekijken. En we proberen wat te vertellen over dooibomen. Waarom wordt het dooihout hier niet opgeruimd? Waarom wordt op plekken wel gesnoeid? En waarom worden de paden soms wel onderhouden en waarom niet? De vogels die hier leven, de insecten die je in dode houtstammen kunt aantreffen. Nou, het is mooi dichtbij, de kinderen komen op de fiets. Ze hebben een thema Scandinavië via de motoren Da Vinci op school. En nou ja, daar past dit uitermate goed bij. En we hebben het gewoon op eigen initiatief georganiseerd. Omdat onze kinderen in groep 7 zitten. En nou ja, de juf die was zo enthousiast door onze verhalen. Dat we gewoon gezegd hebben, we doen gewoon een buiten excursie. En hoeveel kinderen verwacht je? De klas van mijn zoontje die bestaat uit 30 kinderen. Maar de andere groepen vindt het ook leuk. Dus juffrouw heeft gezegd, van, nou, dan laat die andere groep ook meegaan. Dus is voor heel groep 7, er zijn ongeveer 80 kinderen. Wat vond je hiervan? Leuk. Ja. Wat heb je nou hier geleerd? Kan je daar wat over vertellen? Wat loofbomen zijn en wat naaldbomen zijn en dat soort dingen. Leer je dat dan hier in de klas? Jawel, maar dit was wel iets leerzaam, want nu kun je het ook echt zien.